De tip van deze maand gaat over Word. Opdrachten geef je met Word over het algemeen via het lint, via de werkbalk snelle toegang, waar ik al de nodige knoppen aan toegevoegd heb, via je rechtermuisknop, het snelmenu of de mini werkbalk. En er zijn ook een hoop mensen die geven opdrachten met sneltoetsen. Maar er zijn ook nog een aantal, zeg maar min of meer verborgen plaatsen waar je opdrachten kunt geven of snel een bepaald scherm kunt oproepen. Daarover gaan deze tips. De eerste plaats is dat de statusbalk aan de onderkant van je scherm. Er staan op dit moment bij mij een paar elementen, maar door met je rechtermuisknop erop te klikken, kun je ook nog andere onderdelen aanzetten. Nou, ik ga er even een heleboel aanzetten. Ik klik er buiten en je ziet hij is nou behoorlijk gevuld. Ik zet mijn cursor even aan het begin. Met deze opties hier aan het begin, pagina tot en met positie, als je daar op een van die plekken klikt, krijg je de dialoogvenster zoeken en vervangen te zien. En kun je bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil naar een bepaalde pagina toe gaan. Ik wil naar pagina 3. Ga naar. Of ik wil naar pagina min 2, betekent twee pagina's terug. Of ik wil naar de volgende afbeelding. Of de vorige tabel. Klik je bij woorden, dan krijg je een dialoogvenster wat statistieken aangeeft over dit document. Ik zet mijn cursor even aan het begin. Met dit boekje ga je naar de eerstvolgende positie waar een rood of groen onderstreept woord staat, de automatische spellingcontrole tijdens het typen. En nog een keer gaat hij naar het volgende woord toe. Wat hierachter staat, geeft op de positie van de cursor de taal aan. Als ik bijvoorbeeld even kijk naar dit gedeelte, waar nogal wat rood onderstreepte woorden staan, dan zie ik nu hier waar dat door komt, namelijk hij staat ingesteld op Engels. Klik ik hier, kan ik hem zo instellen op Nederlands en dan zijn die rode teksten weer keurig verdwenen. Wijzigingen bijhouden staat op dit moment uit, dat is de normale situatie. Als ik hier klik, staat dit aan. Waarschijnlijk kennen een aantal mensen het wel. Als ik dan iets selecteer en ik druk op delete, dan geeft hij aan met wijzigingen bijhouden dat ik dit verwijderd heb. Zet ik dit weer uit, ga ik nu iets verwijderen, dan is het gewoon normaal verwijderd. Invoegen, wat hier staat, betekent dat als ik tekst ga typen, dat de overige tekst dan opschuift, met andere woorden, de nieuwe tekst wordt ingevoegd. Klik ik hier op invoegen, dan schakel ik over naar overschrijven, wat betekent dat de tekst overschreven wordt door de nieuwe tekst. En klik ik nog een keer, dan is het weer gewoon invoegen en schuift de tekst weer op. Het knopje hierachter is bedoeld voor het opnemen van macro's. Dan zit je hier nog wat knoppen die alleen maar overschakelen en hiermee kun je eventueel nog in- en uitzoomen gaan instellen in een dialoogvenster. Een andere plaats waar je bijzondere opdrachten kunt oproepen is de liniaal. Ik heb hem altijd in beeld staan. Via het tabblad beeld kun je de liniaal eventueel uitzetten. Maar je kunt hem eventueel ook uitzetten via het knopje hier aan de zijkant. Dat is ook de aan-uitknop voor de liniaal. Heb je de liniaal in beeld en klik je bijvoorbeeld in het grijze gedeelte, of sorry, dubbelklik je in het grijze gedeelte, dan roep je daarmee snel het dialoogvenster pagina-instelling op, om bijvoorbeeld de marges te veranderen. Dat werkt ook in het wittere gedeelte hier. Alleen moet je dan even oppassen, aan de bovenkant krijg je dit dialoogvenster. Maar als je iets lager klikt op de plaats waar je tabstops invoegt, dubbelklik, dan zie je dat je een tabstop invoegt en het dialoogvenster voor tabstops te zien krijgt. Klik je op het invoegsymbool hier, op het inspringsymbool moet ik zeggen. Bijvoorbeeld hier zie je dat, maar ik kan het ook hier doen. Dan roep je het dialoogvenster Alinea op. In de liniaal kun je overigens ook de marges wijzigen als je deze muisvorm hebt.
wordt de linker marge, sorry, de rechter marge gewijzigd. De linker marge is altijd wat lastig, want dan moet je heel nauwkeurig hier, kijk, daar heb ik hem. Maar het kan ook met de bovenmarge en de ondermarge. Over marges gesproken. Tussen twee pagina's kun je deze muisvorm krijgen. Als je daarop dubbelklikt, verberg je in feite de boven- en de ondermarge. En dan lijkt het alsof je je kop en je voettekst kwijt bent. Gewoon nog een keertje dubbelklikken op zijn overgang. En je ziet, hij is er gewoon nog. Hij is alleen even tijdelijk verborgen. Dat is wel een beetje verwarrend. Een ander laatste deel wat nog wel eens verwarrend kan zijn. Ik ga even naar het einde van het document. Ctrl-End. Is het volgende. Als je op een bepaalde plaats, aan het einde van het document bijvoorbeeld ergens, hier dubbelklikt. Dan staat de cursor daar zomaar. Dan kun je wat gaan typen. Maar in feite gebeurt er nog veel meer. Als ik dit knopje even inschakel, dan zie je dat er dus gewoon een aantal enters en in dit geval een tapje is geplaatst. Maak ik dat even ongedaan. Laat ik hem ingeschakeld. Als ik hier bijvoorbeeld dubbelklik, dan zie je dat hij dus dat eigenlijk ook heeft ingesteld. Heb je dit niet ingeschakeld, dan zie je dat ook niet zo goed. Klik je weer gewoon hier, dan staan die tekens er nog wel. Tot zover de tip van deze maand. Tot de volgende maand.